er ongeveer zo uit. Dag Piet. Ik heb gehoord dat je een probleem hebt met je eitje te kloppen. Dat klopt. Oké, we gaan kijken wat Piet daar kan aan doen. Kom maar binnen. Oei, 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 oei. Kathleentje, we gaan er een keer van proeven, niet hè? Want, Kathleen, zijn je een eier zien krokant zijn? Niet je spek? Allee, vertel een keer, hoe begin je hier aan? Wel, ik begin altijd eerst met mijn eikens te kloppen. Ja, klopt. Voilà. Oh, wow, 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 Kathleentje. Wat doe je hier nu? Allee, zo klop je toch in eieren? We gaan daarvoor de omeletklopper nemen. Wij en ons ei. En nu mag je kloppen, Kathleentje. Okay. Ja, allemaal lekker goed kloppen. Oké. Okay. Ze kunnen blijven kloppen, maar ik kan stoppen. En nu? Wel, dan gaan we de boter smelten, hè. Ja. De boter. Dat is een aardroger voor je naar als je er hebt. Dit is een ei. Dat is boter. Dat gaat niet, Kathleentje. We gaan dat anders doen. We gaan daarvoor de Piet Huizentruid omelet bakpan nemen en laten smelten. Hoe gaan we nu ons spekje bruin krijgen in de pan? Wel, Piet, ik gooi dus eerst het spek in de pan. Ja. Voilà. Goed, hola. En dan strooi ik er cacaopoeder over. Wat je doet dan? Cacaopoeder. Ga je toch die chocolade op je spek doen, Kathleentje? Om je spek goed bruin te laten worden, daar heb ik iets anders voor. Namelijk de Piet Huizentruid spekbruiner. Met 4 strakke lampjes en 2 schone stukjes spek. Twee spekjes voor ons bekjes, Kathleen, in de pan. En nu de eitjes mag je daarover gieten. Ziezo, Kathleentje, ik vond het zeer aangenaam, maar ik ga je niet weg voor ik weet wat jij vandaag geleerd hebt. Ten eerste... Eikens moet je niet kloppen, maar klutsen. Ten tweede... De boter die moet je niet drogen, maar smelten. Ten derde... En het spek laten we bruin worden met de Piet Huizentruid spekbruiner. Zeer goed. Ja. Hij krijgt van mij ook de Piet Huizentruid omeletkruiden, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Super. Ik ben ermee waar en ik zie u graag terug voor een volgende SOS Piet.